Op dit moment loopt de landelijke actie Geef mij maar een boek. Tijdens deze actie bieden honderden boekhandels in Nederland het boek Oorlogswinter van Jan Terlouw voor 1 euro aan. De gemeente Zomeren ondersteunt dit initiatief. Daarom ontvingen alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs in Zomeren op maandag 29 februari van wethouder Theo Maas dit boek. De wethouder was ook in de Diamant. Wethouder Theo Maas, u heeft een heleboel kinderen van Diamant vandaag blij gemaakt. Ja, en niet alleen de kinderen van de Diamant, maar we gaan alle basisscholen vandaag af om ze een boek te geven. Oorlogswinter van Jan Terlouw. Ja, in het kader van Geef mij maar een boek, waarom pakt de gemeente zo uit? Nou, wij vinden lezen heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen in Zomeren. En in samenwerking met de bibliotheek en in dit geval ook met Bruna, de boekenketen, deden we mee aan die landelijke campagne Geef mij maar een boek. Om kinderen een eigen boek te geven. Hè. Een eigen boek is een rijk bezit. En dit zou een eerste boek kunnen zijn van hun eigen collectie. En we hopen natuurlijk ook dat het hen stimuleert om het boek zelf te gaan lezen. Het is een boek, niet zomaar een boek, Oorlogswinter van Jan Terlouw. En toevallig of niet toevallig uw favoriete boek? Het is toevallig wel mijn favoriete boek. Nee, het is niet toevallig, want ik denk dat het favoriete boek van heel veel kinderen is geweest. Ik herinner het nog heel erg goed dat ik het voor de eerste keer las en het mij echt greep. Het is denk ik het eerste boek, en ik was toen een jaar of 10... Wat ik zo spannend vond, dat ik daar echt helemaal in kon duiken. Ik heb het niet uitgekozen, dat is landelijk gebeurd, maar ik had het zomaar zelf kunnen uitkiezen. Maar waarom dit boek? Want het is wel belangrijk in deze tijd om zo'n boek te lezen. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom ze landelijk voor dit boek hebben gekozen. Toch het thema oorlog is zeker ook voor kinderen in groep 7-8. Ik heb het hier net ook gevraagd in de klas. In het jeugdjournaal zien ze heel veel wat er gebeurt in de wereld, hoe ook kinderen daarbij betrokken zijn. En ik denk dat het boek Oorlogswinter er aan bij kan dragen dat ze zich een beetje in die rol kunnen verplaatsen van wat het voor kinderen moet betekenen om zo te moeten leven. U deelt vandaag 400 boeken uit, allemaal in een paar uur. Met de auto? Ja, in een paar uur. We zijn met de mooie bus die ongetwijfeld ook nog in beeld komt. Rijden we de regio of rijden we de hele gemeente door. Alle basisscholen van Zomeren komen aan de beurt. Ik zal er niet bij alle basisscholen bij kunnen zijn. Maar een aantal ga ik nog samen mee bezorgen. Ja. Kinderen willen na zo'n boek nog vaak over zo'n spannend boek gaan praten. Dat kunnen ze ook met u. Dat zou ook nog kunnen. Ik heb ze wel gevraagd van, goh, als je na het lezen van het boek je verhaal kwijt wilt of wilt vertellen hoe je het vond om het boek te lezen en wat je ervan vond, dan kunnen ze mij mailen. Dus dat vraag ik ook op alle scholen. Dat vind ik, en ik ben benieuwd of daar iets op komt. Het is geen verplicht onderdeel. Ik vind het alleen maar leuk om te lezen wat het met kinderen doet. Tijd dringt, je moet voor de middag alle boeken rondgebracht hebben. Na de middag doen we er ook nog een paar. We hebben ons aan de snelheid te houden, ook in Zomeren. En 60 kilometer tussen Zomeren en Lierop, er wordt wel eens op gemopperd. Maar ook een wethouder houdt zich daar natuurlijk aan. Dit is een hele bijzondere actie. Het is een heel bijzondere actie. Het is in het kader van het jaar van het boek. 2016 is uitgeroepen tot het jaar van het boek. In het kader van is het Geef een boek cadeau gelanceerd. Dus een hele leuke actie. Ja, kinderen krijgen een boek en daar gebeurt niet zoveel meer van. Nou, het gebeurt nog wel, maar niet in alle gezinnen natuurlijk. Ja. Dus we zijn heel blij dat met deze actie ook de kinderen een boek voor zichzelf krijgen. Dat is heel belangrijk. Ja, niet zomaar een boek. Het is een heel mooi boek. Het is best een pittig boek, zeker voor groep 7. Maar een heel indrukwekkend boek. Dus ik denk dat het een goede keuze is geweest. U moet de kinderen weer aan het lezen krijgen, want ze zitten allemaal achter de computer. Nou, toch blijkt uit onderzoeken dat dat toch nog best wel meevalt. Tuurlijk, het is heel visueel allemaal. Dus de kinderen zijn minder gewend om echt langere tijden achter elkaar te lezen. Maar 's avonds voor het slapen gaan wordt er toch nog heel veel gelezen. Yvonne Smolenaar steeds vaker optreden als leesconsulent. Het is toch nodig om kinderen toch aan het lezen te krijgen. Ja, aandacht moet blijven. Zeker, dus heel belangrijk. Ook voor hun toekomst is het gewoon heel belangrijk dat die taalvaardigheid er al heel snel in komt. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Dus wij proberen als bibliotheek ook heel veel activiteiten te doen om dat lezen te bevorderen. Ja, je hebt in ieder geval sinds vandaag ook een boekenkast. Ze hebben één boek en uit de kast nog. Nou, ik zag wel een klein kastje staan, maar daar passen nog veel meer boeken in.